Ondernemers in de Nijmeegse binnenstad voeren stil protest met posters. Ze zien het somber in als straks 1100 parkeerplaatsen verdwijnen. Tot en met 2026 verdwijnen er in de Nijmeegse binnenstad tussen de 650 en 1100 parkeerplaatsen. Dit levert de nodige zorgen op bij ondernemers en bezoekers. Momenteel is er geen enkel concreet zicht op parkeerplekken tegen het centrum aan. De plannen zijn onderverdeeld in twee fases, waarvan fase 1 afgelopen woensdag is goedgekeurd. Veel ondernemers uiten hun onvrede momenteel middels een posteractie. Bij ons is binnengekomen dat er een 1100 parkeerplaatsen uit Nijmegen gaan verdwijnen. Althans, dat is het idee van de politiek. En daar zijn we zeer bezorgd over, omdat de goede bereikbaarheid van de stad ook voor de automobilist heel belangrijk is. Want uiteindelijk hebben wij daar een deel van ons bestaan aan te danken. Nou, fase 1 van Koers voor de Binnenstad betekent dat er een akkoord is gegeven op het feit dat ongeveer 150 bewoners en ondernemers die nu op straat parkeren in de binnenstad naar plekken gaan in garages die voorheen voor bezoekers bedoeld waren. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg veel, maar als je dat optelt bij alle andere plannen die er al liggen, betekent dat dat onze binnenstad ruim 650 parkeerplaatsen minder gaat krijgen dan er nu al zijn. En we weten dat het er nu al weinig zijn. Nou, voor wat parkeren betreft zou ik zeggen, ze hoeven niet allemaal in het centrum te staan, maar doe dan bij de wetterrein een parkeergarage bouwen die voldoende ruimte biedt. Dan kun je ze op twee manieren gebruiken. Je kunt ze voor de vierdaagse feesten gebruiken, je kunt ze voor de winkelende publiek gebruiken. En dan kan een wethouder wat zeggen, de helft van de dagen in de week staat een groot deel van die garages leeg. Maar ja, op het moment dat het publiek er wel is, er moeten wel parkeerplaatsen zijn. De ondernemers zijn heel erg bang dat als de stad niet goed bereikbaar is, ook voor de auto, dat zij omzet gaan verliezen. Als je naar de cijfers kijkt, zie je ook dat ongeveer 35% van het winkelend publiek hier met de auto komt. En dat zij ongeveer verantwoordelijk zijn voor 35-50% van de inkomsten. Nou, ik denk wat we ook in onderzoek hebben gezien is dat juist ook mensen die op andere manieren naar het centrum komen samen meer geld weer uitgeven. Dus wil je in een aantrekkelijke, leuke stad zijn voor heel veel verschillende groepen die samen net zoveel geld of meer uitgeven dan nu, dat we dit kunnen doen. Dat we ook zien dat dat in een heleboel andere steden in Nederland gebeurt. Dus je ziet collega's dichtbij als Arnhem, maar ook steden, andere studentensteden zoals Leiden en Delft, die allemaal zo'n verblijfsvriendelijk centrum maken. Je wordt er ook aantrekkelijker van voor nieuwe groepen. En we zien dat nu al in Nijmegen een hele grote groep mensen juist te voet en te fiets naar het centrum komt en daar ook zijn geld uitgeeft. Nou, we willen vooral anders organiseren. Dus we willen vooral de auto's die nu op straat nog ruimte innemen, die willen we verschuiven naar de garages. Daar is ook plek voor. En uiteindelijk op het moment dat dat vol komt te zitten, wil je dus mensen naar de randen van de stad vragen, omdat we goede, gezonde lucht willen hebben, een fijne groene stad willen hebben waar mensen gewoon rustig kunnen verblijven. Dus aantrekkelijk zijn ook in die zin. En ruimte voor terrasjes, ruimte voor al dat soort gezellige dingen. En als je nu al die auto's nemen heel veel plek in, daar kan je dus op dat moment geen terras neerzetten. Je kan er geen groen of spelen hebben. En dat zijn allemaal dingen die we juist graag willen om een leuk, fijn centrum te hebben. En we hebben ook de opdracht om natuurlijk aan de gezondheid van onze inwoners te werken. Dus op het moment dat iedereen heel lang in de file moet staan en daarmee ook meer ongezonde lucht de stad in helpt, daar willen we ook aan werken. Dus het liefst vraag je aan mensen aan de rand te parkeren en dan over te stappen op schoner vervoer. In 2025 komen er in Nijmegen drie nieuwe emissievrije zones. In de binnenstad Hof van Holland en Heijendaal. Bewonersverenigingen in de wijken Park Heijendaal en Brakkestein zijn het niet eens met de grenzen van deze emissievrije zones. Zij vrezen een toename in sluipverkeer en laad- en losverkeer in hun wijken. Gisteren hebben zij zienswijzers ingediend bij de gemeente Nijmegen om hun zorgen aan te geven en alternatieve oplossingen aan te dragen. Dit is de Laan van Scheut en de Laan van Scheut is een straat in de wijk Park Heijendaal. En deze straat is de grens van de zero-emissiezone van de gemeente. De gemeente wil dat de zero-emissiezone aan de overkant van de weg ophoudt. Dat betekent dat deze straat dus buiten de zero-emissiezone valt. In deze straat hebben we op dit moment al het probleem van heel veel los- en laadverkeer nu.
En de gemeente denkt dat het los- en laadverkeer zal gaan plaatsvinden op hubs buiten de stad. Wij denken dat het voor heel veel leveranciers net zo makkelijk is om even hier te gaan staan en het dan over de stoep af te leveren daar waar het moet zijn. Bewoners geven aan dat dit nu al een doorn in het oog is, omdat het een hele drukke fietsroute is en een weerwar van verkeer oplevert. We staan aan de Houtlaan, zeg maar de grens van Brakstein in het noorden. En we staan nu hier omdat dit een van de plekken is waar het voor de vele fietsers, ja nu zijn ze er niet, maar het zijn vaak scholieren, maar ook kinderen die naar sportclubs gaan, een van de gevaarlijke oversteekplekken is. Hier achter ons zijn 88 parkeerplekken en die auto's die moeten dus twee keer per dag over de tweezijdige fietspad. Dat is een van de voorbeelden. Wat straks nog lastiger gaat zijn. Want het berekend is dat er minstens 35 vrachtauto's per dag bij gaan komen. Volgens wethouder Damen van gemeente Nijmegen ligt het net wat anders. Nou, we hebben natuurlijk voordat we deze zones wilden gaan kiezen, zijn we gaan zoeken naar wat is de beste manier om dat te doen. Hebben we een verkeersbureau die daar deskundig in is, die heeft modellen, die dan bekijkt wat zijn de verwachte effecten in de wijk eromheen. En er zijn een aantal wegen waar eventueel wat mensen anders rijden. Dus er kunnen zijn een aantal wegen waar wat meer verkeer wordt verwacht, waar we dan ook meteen maatregelen zullen gaan nemen. Dus dat doen we hand in hand. Maar we hebben niet dat er echt in die stukken die deze mensen ook noemen, dat daar ongewenste stromen zullen ontstaan. Dus dat gaat niet om zulke aantallen dat we daarmee aan de slag moeten. Helemaal in het begin, toen de problematiek opspeelde, toen merkten wij dat we als reactie kregen, als we alleen vanuit Brakstein zouden reageren, oh, not in my backyard. Ja. Jullie willen dat verkeer niet. Moet het zeker ergens anders naartoe. En die kritiek, not in my backyard, hebben wij teruggegeven aan de universiteit. Want wij zeggen, het gaat niet over onze backyard, maar wij zijn jullie backyard. Wij protesteren er tegen dat jullie alles over jullie hek naar ons als backyard gooien. Nijmeegse supporters mogen volgende week toch niet afreizen naar de Gelredome in Arnhem om de beladen derby tegen Vitesse bij te wonen. Gezien de financiële en organisatorische malaise bij de Arnhemse club, die daarnaast ook nog eens dreigt te degraderen, vinden de autoriteiten de aanwezigheid van Nijmeegse fans te risicovol. De autoriteiten in Arnhem vrezen dat door de situatie rondom Vitesse de emoties tijdens deze wedstrijd tegen aartsrivaal NEC wel eens te hoog zouden kunnen oplopen als de NEC-supporters in het stadion aanwezig zijn. De supportersvereniging van NEC heeft de club inmiddels opgeroepen om de spelers uit protest niet naar Arnhem te laten afreizen. Chipmaker NXP kondigt vandaag aan 12 banen te schrappen in de fabriek in Nijmegen. De stap heeft volgens de directie niets te maken met de stakingen van de afgelopen weken. Deze week leggen 3 nachtploegen het werk neer uit onvrede met het loonbod van NXP voor de nieuwe CEO. Voor de getroffen medewerkers wordt binnen het bedrijf een andere plek gezocht. Volgens NXP heeft het bedrijf te kampen met economische tegenwind. Het besluit om 12 banen te schrappen zal enige tijd geleden genomen zijn. In de fabriek van NXP in Nijmegen werken op dit moment 700 mensen. Of NXP van plan is om meer banen te schrappen, is niet bekend. Een TBS'er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd om uit de pompenkliniek in Nijmegen te ontsnappen. Dat meldt de Pompenstichting waar de TBS-instelling bij hoort. De TBS'er is met behulp van de politie overmeesterd. Inmiddels verblijft de TBS'er op een extra beveiligde kamer. Het is het tweede incident in de pompenkliniek in een paar dagen tijd. Eerder deze week stichtte een TBS'er brand in de kamer waar hij verbleef. De schade bleef beperkt. Wel werd de TBS'er met zware ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis vervoerd. En vergeet niet dat dit weekend de zomertijd weer ingaat. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok om 2 uur een uurtje vooruit gezet. We slapen dus een uurtje korter, maar ja, het is toch Pasen. Ja, Pasen dus. Zandkunstenaar Emmanuel Boye verzorgde 2 paasvoorstellingen in de Corneliskerk in Beuningen. Er werd een speciaal paasprogramma gepresenteerd door de zandkunstenaar, wat muzikaal werd opgeluisterd. Al jarenlang werd het paasverhaal in Beuningen beeldend vormgegeven door middel van zang en een zandkunstenaar. Een zandkunstenaar tekent met zand, met droog zand, op een glasplaat met licht onder. Ik gebruik zilverzand. Dat is wit zand
wat ze ook in de zandbak gebruiken, maar dan met hele, hele fijne korreltjes, ronde korreltjes. Oké. Okay. Voor zandkastelen, om in de lucht te bouwen, heb je hoekig zand nodig. Want die blijven goed in elkaar haken. En dit zand moet goed rollen en moet goed strooien en goed gelijkmatig strooien. Daar heb je ronde kleine korreltjes voor nodig. Met behulp van die ronde kleine korreltjes wordt in dit geval het verhaal rondom de dood van Jezus Christus verteld. De voorstelling is bedoeld voor kinderen als laagdrempelige manier om kennis te maken met het christelijk geloof en het echte verhaal achter Pasen. Zowel in school als in de samenleving. Het is niet alleen maar een kwestie van het hart. Hè? Het is niet alleen maar een kwestie van wat missen we. Maar als je ook terugkijkt naar onze cultuur, dan zie je dat we gewoon ook heel veel kwijt zijn wat dat betreft. Ik heb een dubbelgelaagd veiligheidsglas, zodat als die breekt, dat het niet in 1000 splinters uiteenvalt, maar dat het gewoon één barst is. Er zit een matte folie tussen om te zorgen dat het licht onderin mooi gelijkmatig verdeeld is. Daaronderin zit eigenlijk een LED-plafondlamp die omgedraaid in mijn kist ingewerkt zit. Wij denken echt dat creativiteit juist iets is wat God ook gegeven heeft. Mensen zijn geen statische wezens, geen robots. En die creativiteit, als je die inzet, dan is het ook veel natuurlijker. Immanuel Boyen zet als zandkunstenaar zijn creativiteit dagelijks in. Ik strooi gewoonlijk zand en ik hou mijn handen vrij hoog. Want hoe hoger je strooit, hoe gelijkmatiger het zand valt. Mm-hmm. En soms maak ik er ook een show van door in de lucht te gooien, zo hop. Heel hoog, ja. Maar dan is het dus de kunst om met een paar vegen heel snel iets te tekenen. Dus ik heb bijvoorbeeld bloemetjes leren tekenen met 6 vingers tegelijk. Oh, ja. In 1 seconde. Teken je die 6 blaadjes tegelijk. En als er te veel zand in het midden ligt, dan geef je nog rap een tikje. Als het niet nodig is, dan ga ik er gewoon overheen. Dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. GroenLinks Overbetuwe laat weten een nieuwe fractievoorzitter te hebben benoemd. Het gaat om Tijme Hofman. Met zijn 23 jaar is hij meteen de jongste fractievoorzitter die de gemeente ooit heeft gekend. Hofman is student psychologie, bestuurslid van DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks in Gelderland, en al 2 jaar raadslid. Vanaf dinsdag zal hij de functie overnemen van Hanneke Bruinsma. De gemeente Bergendal laat weten dat zij vandaag het beheer van het historisch archief heeft overgedragen aan het regionaal archief Nijmegen. De stukken zelf zijn in 2021 naar Nijmegen verhuisd. Vandaag is dit officieel ondertekend door burgemeester Slinkman en gemeentearchivaris Wilma Kolen. Historische stukken zoeken kan online, ze in het echt bekijken kan voortaan dus in Nijmegen. En tot slot meldt de gemeente West-Maas en Waal dat de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van West-Maas en Waal inmiddels is afgerond. Op de foto staat wethouder Marieke van den Boom die een bos bloemen geeft aan inwoner Wilco. Hij woont namelijk op een van de laatste adressen die werd aangesloten op het net. Voor het buitengebied in deze gemeente is in totaal ruim 80 kilometer aan kabels gelegd en er zijn ruim 1000 adressen aangesloten. Ja, na een regenachtige start in de vroege ochtend werd het vandaag eigenlijk nog best een prima dag met de nodige zonneschijn. Het beeld zal morgen doorzetten. In de oostelijke helft van het land zal stille zaterdag namelijk droog en vrij zonnig verlopen. Ook de temperatuur is prima. We hebben op de kaart nu 16 graden ingetekend. Maar met een beetje geluk kan het zelfs oplopen richting de 20 graden. De eerste paasdag lijkt ook nog prima te gaan verlopen. In eerste instantie blijft het droog en is er ruimte voor zonnige perioden. Later op de dag is een enkele bui niet uitgesloten. Het wordt wederom zo'n 16 graden. De tweede paasdag ziet er helaas heel anders uit. De temperatuur keldert naar 11 graden en er valt verspreid over de dag veel regen. Gemiddeld wordt er zo'n 15 mm verwacht. Tot zover het RN7 regionieuws van Goede Vrijdag 29 maart. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update in aanloop naar de wedstrijd van morgen tegen PSV. En wij zijn er op tweede paasdag maandag weer en dan hoor je meer over de verkeersproblemen in Mook. En hoe hier maar geen oplossing voor lijkt te zijn. Alvast hele fijne paasdagen en graag tot maandag.